zie je. Daar gaan we. Zie je nou wel dat ik kan rijden? Net als in de game. Ik hoop wel dat je een brandweerwagen kunt besturen, Norbert. Waarom? Omdat we echt vooruit rijden. Wat? Maar de belangrijkste eigenschap van een goede brandbestrijder is wel waakzaamheid. Je moet je ogen open houden en goed gefocust zijn. Te allen tijden. Help! Hoe gaat dit raam eigenlijk open? Blijf rustig. Straks trap je nog op het gaspedaal. Wat is dat? Wow! Dat ding waar je voet op zit! Norbert had zo'n zin in dat uitje naar de brandweerkazerne. Hij wil later ook brandweerman worden. Oh, stel je toch eens voor, mijn Norbert brandweerman. Ik zou zo trots zijn. Oh, kijk, daar komt hij net aan met de brandweerwagen. Huh? Norbert rijdt in een brandweerwagen! Oh nee, ik ga brandweerman Van bellen. En zo worden jullie dus een echte brandbestrijder. Oh, plaatsrust, pioniers. Zo te zien is er een noodgeval. Norbert Buck rijdt in Jupiter door de straten van Piekepolder. En wat? Norbert Buck rijdt in Jupiter door de straten van Piekepolder? Hoe kan dat? Hij was hier net nog. Ik blijf hier en let wel op de overige pioniers. Oh nee, we gaan uit schotel. We gaan alleen maar harder. Ze rijden richting de kade. Ik zal proberen ze af te remmen. Ga jij vast vooruit, Jenny, en sluit de weg af voor al het andere verkeer. Begrepen, Sam. Goed, Norbert, blijf rustig. Je moet de motor uitzetten. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Draai de sleutel naar je toe. Kom op, Sam. Mooi, trap op het rempedaal. Welke is dat? Die het meeste links zit. Wat is ook alweer links? De andere kant van rechts. Ik kan er helemaal niet bij. Ach, maar ik doe het wel. Sarah is in gevaar. Op het oude bergpad. Waar zijn regiocommissaris Bos en Jupiter? Sam, we hebben een klein probleempje. Jupiter zit vast onder de brug. Nee toch? Wat moeten we nu doen? We moeten doen wat we kunnen, Jenny. Eén, twee, drie, trekken! Ik ben bang dat dit niet gaat lukken, commandant. Blijkbaar niet. Als we hem niet los kunnen trekken, dan is er nog maar één mogelijkheid. We moeten de ladder losknippen. Oh, nee! Welke kant vloog ze op? Ze vloog over de heuvel, die kant op. Ik heb echt mijn best gedaan om hem vast te houden, Sam. Rustig maar, Norbert. Ik ben er nu. Blijf rustig, Sarah. Ik haal een ladder. Ik hoorde iemand roepen. Wat is er? Help! Laat die ladder maar. Ik heb een beter idee. Kan ik iets doen, Sam? Pak jij de andere kant maar, Max. En hou goed vast. Goed, Sarah. Laat jezelf voorzichtig zakken tot je alleen nog aan je handen hangt. Mooi. Als je loslaat, probeer dan met je rug naar de grond te vallen. Laat maar los. Dat lijkt me nog eens echt vet. Nee, commandant. Doe het niet. Even opzij, Chris Ben. Stop! Wat bent u van plan te gaan doen met mijn prachtige brandweerwagen? Jupiter zit vast en regiocommissaris Bos wil de ladder eraf knippen. Wat? Maar dat is nergens voor nodig. Oh, je hebt natuurlijk weer een beter idee, hè? Ja, dat heb ik, ja. Laat de lucht maar uit de banden lopen.
Dan zakt de wagen en kun je er zo wegrollen. Dat is inderdaad misschien zo gek nog niet. Wat staan jullie me nou aan te gapen? Verrassing! Oh, wat is dat nou? Je bent onze 1 miljoenste klant, duurtje. En we hebben een grote verrassing voor je. Oh, dat is echt een verrassing. Wat een geweldige taart. Oh, kom een lieve Norbert dit maar zien. Norbert, spring uit de taart. Ik kan er niet uit. Ik dacht even dat ik zijn stem hoorde. Dat is ook zo. Hij zit in de taart. Is hij meegebakken in een taart? Nee, deze taart is van hout. Wat? Oh. Het was bedoeld als ver... Oh. Ach, laat maar. Hij zit vast. Laat me eruit. Diebertje, word wakker. Oh, Revit. Zal ik de confetti-knallers knallen? Ik ruik rook. Ik ook. De frituurpannen vergeten. De winkel uit. Vlug allemaal. Ren naar de deur en kom met die taart. Ik bel brandweerman Sam. Wat gebeurt er? Oh nee, mijn Norbert zit vast in die taart. Geen paniek, duwtje. Ik duw hem wel naar buiten. Au, hou eens op met dat gebots. Oh jongens, hij is veel te breed. Goed. Dan demonstreren wij nu de procedure voor het verwijderen van iemands voet uit een emmer halfvol mosselen. Klaar voor, Norris? Ik ben er klaar voor. Uitstekend. Ik krijg mijn voet er echt niet meer uit. Het brandt in het Volviscafé en Norbert Puck zit vast in een reusachtige taart. Brand in het Volviscafé en Norbert Puck zit vast in de reusachtige taart. Mijn Norbert! Mijn arme Norbert! Mark is nog binnen en hij probeert Norbert te redden. Achteruit allemaal. Achteruit, Mark. Ik doe het wel. Verrassing! Hallo, jongelui. Wel, alle grizzlyberen, wat doen jullie hier? Max, ik dacht dat je een ijsbeer was. Wat, een ijsbeer? Hoe kom je er nou bij dat ik een ijsbeer ben? We volgden hele grote voetsporen in de sneeuw. Sam, toen... kijk! Max, we hebben de hele tijd jouw sporen gevolgd. Dat zei ik toch? Er zijn geen ijsberen in Piekenpolder. Oh nee. Bij ons in Canada zeggen ze, om te overleven in de sneeuw moet je geen lawaai maken, want dan krijg je lawines. Geen probleem, ik heb een zaklantaarn bij me. Oh, ik had hem net opgeladen, maar ben vergeten hem mee te nemen. Ik weet wel wat. Je bent een echte survival-expert, Jaap. Ik maak me nu echt zorgen, Karel. Ik denk dat de tweeling verdwaald is in de sneeuw. Ja, ik ga meteen mijn broer Sam bellen. Oh, wat is het toch een geweldige uitvinding. Oh, een noodgeval. Jaap en Sarah zijn vermist in de sneeuw. Dit is echt een klus voor Saturnus. Sam, jij de Epicurus, Jenny en Elvis. Jullie gaan in Venus met Saturnus en hou radiocontact. Zie je ze al, Elvis? Nog niet, Sam. Hé, wacht. Wat is dat? Dat zouden ze kunnen zijn, maar dit zijn er 3. Sam, ik denk dat ik ze heb. Er is een grot in het bos, 100 meter ten oosten van waar jij bent. Ik rij erheen, Elvis. Ja,
Nora! We zijn hier binnen, oom Sam! Geen paniek, ik heb jullie er zo weer uit. Bedankt, Sam. Hoe heb je ons zo snel gevonden? Cool! Is dat nou een UFO? Nee, het is een speciale camera die met behulp van warmte mensen opspoort. Wauw! Jenny, Elvis, Saturnus heeft ze gevonden. Ze zijn veilig en ongedeerd.